Yo mensen, of jullie kijken naar een nieuwe video mensen, vandaag breaking news. Het is nog het allerlaatste waar we gehoopt op hebben, maar het is zover. Er komt een vuurwerkverkoopverbod in Duitsland mensen. De enige waar we nog heen konden gaan was Duitsland. En ja, er komt gewoon een verkoopverbod, een afsteekverbod is niet duidelijk. Maar tot nu toe heb ik alleen maar kunnen zien een verkoopverbod. Ik heb een paar pagina's die we even kunnen checken wat allemaal de info is. We beginnen met de NOS. Duitsland is strenge lockdown, geen glühwein, geen vuurwerk, geen kapper. Nou, hier heb je een heel verhaal en dan heb je ook kappers gaan dicht, daarnaast mogen, bla 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 bla. De verkoop van vuurwerk wordt ook verboden, dus het afsteken waarschijnlijk niet, zover ik tot nu toe weet. Maar ja, als je al niks hebt nog, dan wordt het een beetje moeilijk zeg maar, dan ga je voor niks naar Duitsland, want ja, normaal zou je het daar ook gaan kopen natuurlijk. Dus ja, het probleem was, ik was letterlijk 10 minuten geleden de vuurwerkfolder van de Aldi student opnemen, die was letterlijk net uit en daarna kwam meteen direct dit nieuws. Dus dat was wel, ja, ik dacht die gaan we snel voor opnemen, dan gaan we online gooien, maar letterlijk toen ik hem online wou gooien kwam dit nieuws. Dus ja, slecht nieuws voor ons natuurlijk. Ja, geen vuurwerkverkoop in Duitsland. Wat we dus nu gaan doen ga ik zo meteen vertellen, maar we gaan eerst een ander artikel checken. Dit is van Hart van Nederland. Niet meer stiekem vuurwerk halen over de grens, ook Duitsland legt vuurwerkverkoop aan banden. Een heel filmpje. Slecht nieuws van Nederlanders die ondanks vuurwerkverbod bij de Oosterburen wilden inslaan. In Duitsland wordt de vuurwerkverkoop in aanloop naar de jaarwisseling opgeschort. Dat maakt de bondskanselier Angela Merkel bekend na spoedoverleg over de coronacrisis. De strengere maatregelen gaan waarschijnlijk op 16 december in. In Nederland is dit jaar verboden om vuurwerk te kopen. Ja, dat weten we. Vervoeren, bezitten, bla bla. Nou, bezitten, dat klopt niet. Dat is niet verboden. Het kabinet heeft hiertoe besloten om personeel en ziekenhuizen aan te ontlasten. De normale bla bla. De werk. Ja, daar gaan we niet over. Want daar hebben we genoeg discussie over gehad. Vuurwerkverkoop aan de grens. Lang niet alle Nederlanders zijn van plan zich te houden aan dit verbod. Vuurwerkhandelaar in Duitsland merkte dat de afgelopen weken maar al te goed. Nederlanders lijken zich niets aan te trekken van de regio. Sterker nog, volgens de vuurwerkverkopers over de grens is het aantal bestellingen met 300-400% toegenomen. Ja, dat is logisch als er een verbod in Nederland wordt aangekondigd. In vergelijking met vorig jaar. Het verbod dat ze willen levert zo ontzettend veel. Dit is gewoon een beetje wat al eerder bekend was. Nou ja, in ieder geval, het is dus nu bekend mensen, vuurwerkverbod in Duitsland, verkoopverbod althans, dus het afsteken is nog niet verboden. Maar het zou me niet verbazen als dat ook zo verboden wordt over een paar dagen. Dus ja, ik wou net dus al die video gaan opnemen, maar ja, dat is dus echt, dat gaat niet meer worden. Ik heb me letterlijk nog klaarstaan, die hele folder video heb ik net helemaal opgenomen. Maar ja, die pleur ik niet eens online, want ja, wat hebben we er nog allemaal aan als we toch niet kunnen gaan kopen. Maar ja, alternatief mensen, categorie 1 is nog het enige, dat willen ze ook alweer gaan verbieden, heb ik gelezen. Dus ik zou zeggen, koop die shit allemaal nu, zo nog langer nog kan. Ik heb gehoord dat er over een paar dagen waarschijnlijk ook weer in Nederland een strengere lockdown komt. Dat de tuincentra's dicht gaan en weet ik wat allemaal. En ja, dat je alleen nog naar normale winkels kan. Nou hebben we het geluk zeg maar dat de Aldi een normale winkel is. Dus stel je voor, er zal een lockdown komen. Dan hebben we de Aldi en de Lidl nog waar we kunnen kopen. Althans, de Lidl is denk ik al volledig uitgekocht. Uitverkocht. Ik ben naar de Lidl geweest mensen, maar jullie hebben geen video gezien. Omdat ik echt heel veel Lidl's ben afgeweest. En overal was alles op. Dus ik had niet meer zin om het te uploaden. Want ik had niks. Een paar producten, maar het was echt triest gewoon hoe snel het was uitverkocht. Dus ja, Aldi ga ik gewoon om 7 of 8 uur, hoe laat open gaat, gewoon voor de deur staan. En dan, dan gaan we daar maar proberen alles in te slaan. En dat is ook het enige wat ik je kan adviseren. Over een paar dagen gaat Aldi in Nederland categorie 1 verkopen. Ze hebben die prijzen al slim verhoogd, heb ik gezien. Dat hebben ze wel slim gedaan. Dus de prijzen zijn al omhoog gaan. Maar dat wordt het enige wat ze nog in Nederland kunnen doen. Dus ik zou zeggen, zodra je deze video ziet, rij naar tuincentra. Weet ik veel waar je categorie 1 kan kopen, gaat kopen. Na dit nieuws gaat het nog sneller op zijn, dus het enige wat ik kan adviseren is om het nu te gaan halen. Zorg dat je vroeg bij de Aldi bent wanneer het verkocht gaat worden. Volgens mij was het de 16e of zo, ik weet niet meer precies, maar even checken op het internet. In ieder geval, dat ga ik dus ook doen. Ik ga om 7 of 8 uur voor de deur staan. En dat wordt het enige waar we denk ik nog vuurwerk kunnen gaan halen dit jaar bij de Aldi. En tuincentra's is een stuk duurder natuurlijk, dus daar kan je nog altijd wel gaan kopen. Ik denk dat ze daar nog wel een beetje voorraad hebben. Maar het zou ook niet al te veel zijn. Lidl is compleet uitverkocht. Dus Big Bazaar hebben ze af en toe wel een beetje bijvullingen. Maar dat is ook meestal uitverkocht. Dus ja, Aldi zal ook wel binnen een dag uitverkocht zijn. Dus dat is het enige wat ik kan zeggen. Zorg dat je nu gaat inkopen categorie 1. Want dat is het enige wat je dit jaar nog kan gaan afsteken. In ieder geval, wordt dit een toffe video. Nou ja, ik vond hem zelf niet zo heel tof om dit nieuws te brengen. Maar ja, ik dacht ik breng het nu wel zodat jullie alles weten. En dat jullie snel nog kunnen inslaan qua categorie 1. In ieder geval, doe een like voor meer vuurwerkvideo's. We gaan natuurlijk gewoon door met wat er maar kan.
categorie 1 kopen, shoppen, weet ik veel wat er mogelijk is. Gaan we gewoon doen. Vergeet zeker niet te abonneren en te liken. En dan tot de volgende keer, mensen. Later.